En daar komen de eerste winnaars van vanavond. Dream Woman en Misha Brouwer. 5 jaar deze bruine Mary. So Lovely Girl uit Transcosa Boco. Gefokt in Frankrijk. Bezit van de familie van Rijn. Trainer Brian Vaarder. Geweldig gereden door Misha Brouwer. Een man waar Brian Vaarder graag mee samenwerkt. Omdat Misha goed kan luisteren. Dat hebben we zojuist geleerd. Maar hier viel weinig te luisteren, Misha. Het lijkt wel een auto. Ja, het is een heerlijk beestje. Als je eenmaal van start bent, dan... Ja, ik kan je gas geven. Dat is het enige kwalijke punt, de start? Nou ja, ze moet even in de loop komen en de laatste bocht uit. Had ze ook nog een moeilijk momentje, maar voor de rest, het is echt een automaat. Hier dacht je voor de tribune van, ik moet het toch gaan afdwingen? Ja, dit is echt een tempobil. En ik denk, ik ga het niet af laten komen op speed, dan ben ik geklopt. Frans bloed, hè? Zo is het. Misha Brouwer, we gaan even een foto maken. Prachtige zierdeken hangt er overheen met daarop de tekst. Ja, daar staat een hele mooie tekst op. Loonbedrijf Lucas Stuut en zoon vennootschap onder firma. En dit bedrijf is gevestigd in Zevenhuizen aan de Jonkersvaart nummer 45. We danken loonbedrijf Lucas Stuut voor een prachtige zierdeken in deze eerste koers. De koers is de PSV Drachten Runners Grasbaan Trofee. En de eerste winnaar is een van onze jonge talenten op de Nederlandse drafbanen. Geef me een groot applaus. Misha Brouwer en Dream Woman.